En dan gaan we rustig aan over naar Maurice. Die gaat jullie iets vertellen over de Bentall-procedure. Maurice Oudeman is een van onze cardiochirurgen. Ook hier zijn jullie van harte uitgenodigd om vragen te stellen in de chat. Dan gaan we die aansluitend aan het praatje beantwoorden. The floor is yours. Ja, nou dankjewel Caroline voor de introductie. Aan mij de eer om jullie iets te vertellen over de Bentall-procedure en hoe dat globaal in zijn werk gaat. Ik heb een prothese hier bij mij. Het is op de camera lastig. Helaas zijn jullie niet hier fysiek aanwezig dat ik hem door de zaal kan laten gaan. Maar dit is dus hoe een prothese eruit ziet. Ik zal kijken of ik hem een beetje stil kan houden en of er ingezoomd kan worden. Want dat is namelijk de eerste punt eigenlijk wat ik wil bespreken. Als de dia's. Ja, wat is een Bentall nou precies? Ik heb hem in mijn hand. Een Bentall is een klepprothese van een mechanische aortaklep. Met twee deurtjes die je hier ziet bewegen. En daaraan vast zit geprefabriceerd een buisprothese. Die als nieuwe aorta fungeert. En wat je dus doet bij een Bentall-operatie. Is dat je. Ja, het is dus een prothese van een buis en een klep. Dat is belangrijk bij een Bentall. En daarmee vervang je dus de aortaklep. Je vervangt de aorta wortel en je vervangt de aorta ascendens. En daarbij worden de coronaire apart in de prothese ingehecht. In dit geval in dit verbrede stukje. En dat zie je op het plaatje ook terug. Nou, waarom heet de Bentall-operatie nou een Bentall-operatie? Dat is omdat deze procedure vernoemd is naar degene die hem als eerste heeft uitgevonden, uitgevoerd. En dat is meneer Bentall zelf dus. Meneer die 92 jaar geworden is. En dat is wel een pionier in de hartchirurgie. In 1965 was hij de eerste Britse professor in de hartchirurgie. En in 1966 heeft hij deze operatie voor het eerst uitgevoerd. Bij een patiënt met de ziekte van Marfan. Nou, er zijn door de jaren heen verschillende varianten ontstaan. Dus links in beeld zien we de mechanische Bentall zoals we die hier ook in mijn handen hebben. In het midden van de pagina zie je een freestyle prothese zoals we dat noemen. Dat is een biologische Bentall zou je kunnen noemen. Dat is eigenlijk een aorta wortel van een varken. Waarin de coronaire zichtbaar zijn. Die zijn hierboven afgebeeld. En daar. Dus de kransslagader van de coronaire van het varken zitten er nog in. Er zitten touwtjes omheen. En hier zie je de aorta klepblaadjes. En het eerste stuk van de aorta. En rechts in beeld zie je een biologische aortaklepprothese. En die wordt dan in een buisprothese gehecht. Dat doe je op de operatiekamer. En dan maak je een biologische Bentall-procedure. En officieel is dat dan geen Bentall. Want de Bentall is echt bestemd voor de mechanische klep zoals die hier ligt, geprefabriceerd. Maar door de jaren heen spreken we dus over een freestyle-prothese of over een bio-Bentall. En dan vraag je je misschien af, waarom hebben we nou niet zo'n voorgefabriceerde bio-Bentall op de plank liggen? Dat heeft met de conservering te maken van die weefsels. Dus de biologische klep wil je nat bewaren. Die moet niet uitdrogen. En die buisprothese wil je juist droog bewaren. Dus dat, ja, dat gaat niet samen. Wat zijn indicaties voor een Bentall-operatie? Er moet een ziekte van de aorta-klep zijn. Dat kan zowel een stenose zijn of een insufficiëntie. En daarbij heb je ook een aneurysmatische verwijding van de aorta nodig. Anders zou je alleen een aorta-klepvervanging doen. Of alleen een aorta-ascendens vervangen. Voorbeelden van bijvoorbeeld is een dissectie van de aorta. Dus een acute type A-dissectie waarbij de aorta-ascendens meedoet. Waarbij heel vaak ook de aorta-wortel betrokken is. En een endocarditis is een voorbeeld waarbij dit een operatie is die vaak wordt uitgevoerd. En daarbij is dan ook de aorta wortel betrokken. Je kan ook een aorta klep endocarditis hebben waarbij alleen de aorta klep blaadjes aangetast zijn. Dan kan je volstaan met alleen het verwijderen van het geïnfecteerde weefsel van de aorta klep zelf. En kan je de aorta wortel en de aorta ascendens in situ laten zoals die bij de patiënt zit. Maar als de endocarditis uitgebreider is en de bacteriën groeien door in de aorta wortel, dan moet je die dus ook weghalen, anders dan blijft de infectie in stand en raakt de nieuwe klep die je implanteert ook geïnfecteerd. En dit is dus iets wat we vaker doen bij mensen met bindweefselziekten, zoals de ziekte van Marfan of Ehlers-Danlos of Louis Dietz. Wat zijn nou alternatieve behandelingen? Je kan dus alleen de aorta klep vervangen, zoals rechts in beeld.
En daarbij de aorta ascendens, waarbij de aorta wortel nog intact is. Dus dan laat je het stukje staan waar de coronaire uitkomen. Dat blijft dan natief van de patiënt zelf. En alternatief is ook de David-procedure of de Yaku-procedure. En daarbij vervang je dus de aorta vanaf de aorta wortel, maar laat je de eigen aortaklep van de patiënt bestaan. En dat is dus nodig. Dat kan je dus doen als de aortaklep zelf dusdanig intact is dat je die kan behouden. Wat er dus kan plaatsvinden is dat je een dilatatie hebt van je aorta wortel. Daarbij gaat je aortaklep lekken en heb je dus ook een dilatatie van de aorta ascendens. Wat je dan doet is dat je met een buisprothese die aorta wortel nauwder maakt en daarmee de aortaklep weer terugbrengt naar de situatie zoals die was toen hij nog gezond was. En daarmee kan je een goed functionerende eigen aortaklep houden. En dat heeft altijd de voorkeur. Want eigen lichaamsweefsel gaat altijd veel langer mee dan welke prothese we ook geven. Nou, hoe gaat het nou globaal in zijn werk? Ik kan hierin natuurlijk tot in de diepte details treden. Maar ik wil het voor nu even redelijk globaal houden. De procedure vindt plaats met een mediane stenotomie. Dus de patiënt ligt op de rug op de operatiekamer en we zagen het borstbeen door. Vervolgens sluiten we de hartlongmachine aan op de aorta en op de rechterboezem. En zetten we het hart stil. Dat doen we met een klem op de aorta. En we laten vervolgens vloeistof door de kransslagader stromen waarmee we het hart stilzetten. En dan krijg je dus een asystolie. Dat is nodig omdat we de aorta uiteraard moeten openmaken om deze procedure te kunnen uitvoeren. En daarvoor moet het hart stilstaan en moet het bloed leeg zijn. Want door bloed kan je heel slecht heen kijken. Nou, wat doe je dan vervolgens? Je haalt al het zieke weefsel weg. Linksonder zie je een aortaklep stenose. Er zijn net ook heel veel plaatjes voorbij gekomen. Dit is echt een beeld zoals we dat op de operatiekamer zien. Je ziet allemaal kalkafzetting op de aortaklep. En je kunt je voorstellen dat die klep slecht opent. Hier zie je een endocarditis van een biologisch aortaklepprothese. Er zit allemaal weefsel op wat er niet hoort te zitten. En dit zie je dus als iemand bij de tandarts is geweest bijvoorbeeld en bacterie in zijn bloedbaan krijgt. Nou, die grijpen heel makkelijk aan op vreemd weefsel. En dat is bijvoorbeeld een biologische aortaklep. En als daar één keer bacterie op zitten, ja, die krijg je eigenlijk nooit meer weg met antibiotica. En als de klep dan zo aangetast is als op dit plaatje, dan zal je die klep moeten vervangen. En dan rechtsonder nog schematisch een plaatje, hoe het er dan voor en na uitziet. Dus hier zie je duidelijk een dilatatie van de aorta ascendens. De wortel is ook iets wijd, maar dat is nog niet het grootste probleem. En hier zie je dan de prothese, zoals ik hier ook in mijn handen heb, in het lichaam zitten met de coronaire ingehecht. En de klep zit hier dan in de basis van de prothese. Wat zijn specifieke risico's van deze Bentel-operaties? Ook hierbij heb je eigenlijk een overlap met het verhaal van zojuist van de TAVI's. Maar ik heb een plaatje bij van het geleidingssysteem. Misschien ook om het van de TAVI wat begrijpelijker te maken nog. Hier zit de aortaklep. En de groene lijnen zijn de geleidingsbanen van het hart. En hier loopt dan de geleiding vlak langs de aortaklep. Nou ja, we halen al het geïnfecteerde weefsel weg. Zei ik al net, bij een endocarditis en ook bij een aortaklep stenose haal je eigenlijk al het verkalkte weefsel zoveel mogelijk weg om ruimte te maken voor je nieuwe klepprothese. En bij een TAVI druk je dat klepweefsel eigenlijk opzij in de vaatwand. En als daar eigenlijk te weinig ruimte voor is en je drukt tegen die geleidingsbanen aan, kun je je voorstellen dat daar tijdelijk dan wat blijvende schade optreedt van die geleidingsbanen. Bij een operatie is dat ook net zo. Je haalt al het weefsel weg en daarna moet je hechtingen plaatsen op de plek waar die geleidingsbanen eigenlijk lopen. En we weten dat ze er lopen. We kunnen ze alleen niet zien, maar daar moeten we wel die nieuwe klep natuurlijk inhechten. Dus het kan ook zijn dat die geleidingsbanen tijdelijk dan wel blijvend beschadigd raken. Dus er is altijd een kans dat mensen een pacemaker nodig hebben na de operatie. Een ander risico van met name een mechanische klepprothese is dat er stolselvorming op kan treden. Hier zie je een aortaklepprothese die verwijderd is bij een patiënt waar duidelijk stolsels of pannen, zoals we dat ook wel eens noemen. Dat is een soort van weefsel, wildgroei op de klep, waardoor die niet meer goed kan functioneren en de klepdeurtjes niet meer open en dicht kunnen gaan. En de meest beruchte complicatie van elke hartoperatie, maar dat is ook met name bij een Bentall, omdat het een grote operatie is met veel hechtranden en waar bloed erheen stroomt, dus er kan altijd wat nalekken, is de tamponade. En daar is dit een plaatje van waarbij het hartzakje zich vult met vocht, het hart in de verdrukking komt en niet meer kan, eigenlijk zich niet meer goed kan vullen met bloed aan de binnenkant, waardoor het dus ook niet meer goed bloed rond kan pompen. Dit is het deel van het verhaal wat ik wilde vertellen. En ik weet niet of het op dit moment al ruimte is voor vragen en antwoorden. Of dat we eerst naar het verpleegkundige deel gaan. Kijk Caroline even aan. Oh, ik zal even mijn mondkapje afzetten. Dat gaat allemaal door, hè. We gaan even over naar het verpleegkundige deel van de presentatie. En de vragen kunnen aan het eind worden gesteld. Ja, prima. Dankjewel, Maurice.
Ja, nou dan gaan we vervolgens weer verder met het volgende deel. En daarvoor hebben we Daina Scheveers en Anouk van Vecht bereid gevonden om een stukje te vertellen. Dus aan jullie het woord, dames. Ja, ja dankjewel. Ik ben Daina, naast me staat Anouk. En wij willen graag wat vertellen over de verpleegkundige zorg die wij geven aan patiënten die een bentoperatie bij ons krijgen. En vooral ook willen we benadrukken wat patiënten allemaal doormaken. Want het is best wel een intensief iets wat je meemaakt in je leven. Dus dat laat best wel een indruk zeg maar achter. Waar we eventjes op willen focussen, dat is, als je naar de volgende dia gaat. We willen eigenlijk een beetje het verloop van de opname schetsen. Dus de dag van opname, wat gaan we dan allemaal zien? Verder de dag van de OK, daarna de dag dat mensen terugkomen vanaf de intensive care bij ons terug op de verpleegafdeling. En wat gaan we vervolgens allemaal nog doen met het ontslag? En daarna willen we nog even een klein stukje, omdat we weten dat er ook mensen kijken die met ons samenwerken en verpleegkundigen die dus patiënten insturen, willen we ook graag focussen op de samenwerking. Ik wil even een klein stukje beginnen met het verloop van de opname en dan de dag van de opname. Over het algemeen komen patiënten met een geplande operatie bij ons binnen. Dat betekent dat ze door het planbureau worden opgeroepen. Soms zijn ze al op de preoperatieve poli gezien, maar de laatste tijd door corona gaat het ook nog wel eens wat lastiger en duurt het soms best wel lang. Ja, we beginnen eigenlijk altijd met een rondje onderzoeken. Het is heel veel wat er voor een patiënt op zo'n dag tevoorschijn komt. Dus we willen eigenlijk eerst alle onderzoeken uit de weg hebben, zodat we daarna rustig een opnamegesprekje met de patiënt kunnen doen. En dat ze even rustig alle informatie kunnen doorkrijgen. Onder de onderzoeken die we doen valt onder andere bloed afnemen en het plaatsen van een infuus voor de patiënten die de volgende dag als eerste op het programma staan. Mocht er uit dat bloedonderzoek nou blijken dat het CRP, dus dat is een ontstekingswaarde, dat die hoger is dan 10 milligram per liter, dan vragen we patiënten ook nog om een urinesediment om eventjes te checken dat er geen urineweginfectie is. Verder maken we nog een hartfilmpje, een longfoto en doen we de vitale gegevens, dus onder andere de hartslag, de bloeddruk aan beide kanten, de saturatie, de ademhaling en de temperatuur natuurlijk. En daarnaast wegen we patiënten ook. Dat doen we eigenlijk omdat we postoperatief ook in de gaten houden hoe het gewicht is van patiënten, zodat we de vochthuishouding kunnen regelen, om te kijken of ze toevallig overvuld zijn, omdat er tijdens de operatie best wel wat vocht wordt toegevoegd aan om de bloeddruk goed op peil te houden. En we zien dat patiënten daardoor soms wel eens als een soort Michelin-mannetje bij ons terug kunnen komen en daar moeten we dan wat aan doen. Verder komen soms patiënten over vanuit een ander ziekenhuis, misschien omdat ze ook coronair lijden hebben, dat er nog wat ritmebewaking is, dan sluiten we ze daar natuurlijk ook altijd op aan. En als al deze onderzoeken uit de weg zijn, dan kan ondertussen de zaalarts die alvast beoordelen. En dan kunnen wij ondertussen een rustig opnamegesprekje hebben met de patiënt. Desgewenst ook met een familielid erbij, omdat het best wel veel informatie is. Marie zei het net ook al, komen er mensen binnen met een dissectie. Dat is echt een levensdreigende situatie. Dus dan heb je niet echt heel veel tijd om rustig iedereen daarmee er doorheen te nemen. Dus we zien best wel vaak dat patiënten dan na de operatie daar ook best wel wat last van hebben. En dat je daar ook goed alert op moet zijn tijdens de zorgverlening. Maar als het dus allemaal gewoon gaat zoals gepland, dan krijgen ze bij dat opnamegesprekje ook een boekje van ons. Daar staat allerlei informatie in en laten we altijd een voorlichtingsfilmpje zien. En dat voorlichtingsfilmpje dat zullen we aan het einde van onze dia's ook nog laten zien. En verder nemen we nog een vervolglijst af van de transmurale zorgbrug, daar kom ik straks nog op terug. En we geven patiënten antibacteriële mondspoeling en neuszalf, omdat we eventuele luchtweginfecties willen voorkomen. Je gaat afwijkend materiaal plaatsen tijdens een operatie, dus we willen dat patiënten er zo schoon mogelijk doorheen komen. Verder zijn er dan nog een aantal andere gesprekjes die patiënten meekrijgen tijdens deze opnamedag. De zaalarts komt langs om lichamelijk onderzoek te doen. De chirurg komt vaak 's avonds aan het einde van het operatieprogramma nog langs om een gesprek te doen. En als de anesthesie nog niet gebeld heeft telefonisch, dan komt die ook op die dag langs. Dus het zijn best wel veel dingen die op mensen afkomen.
Ik had het net al even over die transmurale zorgbrug. Dat is een soort project dat is opgezet in combinatie met de thuiszorgen ook en de transferverpleegkundigen. Omdat we zien dat de stap vanuit het ziekenhuis naar huis toch best wel een hele grote stap is. Van 24 uur zorg per dag naar geen zorg per dag als er geen extra hulp wordt ingeschakeld. En om dat een beetje te voorkomen en omdat we ook wel echt met kwetsbare patiënten natuurlijk werken, hebben we dus de transmurale zorgbrug opgezet. Dat is een lijst die uit twee delen bestaat. Het eerste deel dat nemen we af voordat mensen de operatie ingaan, dus bij opname. En het tweede deel dat nemen we af nadat patiënten weer bij ons terugkomen op de afdeling. Er staan vragen in over of mensen zich ergens zorgen over maken, dat er al problemen thuis spelen, of mensen bijvoorbeeld de laatste tijd minder plezier hadden in dingen, of dat ze zich gewoon behoorlijk eenzaam voelden. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk na de operatie nog steeds kunnen spelen, maar dan juist nog groter kunnen worden. En als je kijkt naar bijvoorbeeld angst en stress, ja, dat zal natuurlijk rondom een hartoperatie altijd wel aanwezig zijn. Dus vandaar dat we na de OK ook nog een keertje die vragenlijst afnemen, maar dan in deel 2. Dus mocht er op het eerste gedeelte iets gescoord worden op die vragenlijst, dan gaan we op dat gedeelte waarop er gescoord, gaan we ook nog wat verdiepende vragen afnemen na de OK. En aan de hand daarvan zouden we eventueel iets van interventie in het ziekenhuis in kunnen zetten, zorgplannen aan kunnen maken of gewoon andere disciplines erbij kunnen vragen. En mochten patiënten toevallig ook in regio Amsterdam wonen en ze gaan vanuit ons naar huis, dan kunnen we ook de TCB thuiszorg inzetten. En dan wordt er door de transfer een plan opgezet dat er thuis een zorgprofessional ook langskomt om een paar bezoekjes te plegen en even wat verder in te gaan op die problemen en te kijken hoe we dat kunnen overbruggen, zeg maar. En dat overbruggen, dat proberen we ook te doen door middel van een warm overdracht. Dus we proberen echt dan actief, zeg maar, de thuiszorg of de huisarts te bellen of eventueel uit te nodigen op de afdeling, zodat we gewoon goed de problemen die er zijn kunnen bespreken. En dat in ieder geval dat allemaal een beetje goed loopt. Dan als we dat allemaal hebben gehad, dan komt dus de volgende dag, de dag van de operatie. Patiënten zijn dan nuchter vanaf 12 uur 's nachts, mogen ze niks meer eten en drinken. Afhankelijk van of mensen als eerste of als tweede op het operatieprogramma staan, als ze als eerste op het programma staan, worden ze gewekt door de nachtdienst om 6 uur 's ochtends. Dan doen we nog een keertje de controles en krijgen ze nog medicatie die ze eventueel mochten hebben. En rustgevende medicatie die door de anesthesie is voorgeschreven. Dan worden ze om 7 uur naar de verkoever gebracht. En vanuit de OK gaat de patiënt in principe door naar de intensive care. Als de operatie klaar is, dan wordt de eerste contactpersoon die we opschrijven, die wordt dan altijd ook gebeld door de chirurg. En op de intensive care blijven patiënten dan vervolgens 1 nachtje slapen totdat alles weer helemaal up-to-date is en rond is. En dan krijgen wij weer een belletje als we ze weer terug mogen nemen op de verpleegafdeling. Belangrijk om te weten is dat patiënten dan niet op dezelfde kamer terugkomen als de kamer waarop wij ze eerst ontvangen hebben. Dus we doen een stickertje om de tas heen die patiënten hebben meegenomen en dan leggen we alle spullen in de kofferkast bij ons neer. En ze krijgen wel een klein bakje om eventueel iets van een gehoorapparaat, een bril of een gebit in te doen. Dat als je een dagje op de intensive care ligt, dat je in ieder geval wel iets kan zien of iets kan eten. Dat is wel zo prettig. Zoals Dina al zei, blijven patiënten in principe 1 dag op de intensive care. Als ze dan stabiel zijn, dan komen ze weer terug bij ons op de afdeling en dan zullen ze nog verschillende lijnen hebben. In principe op de intensive care hebben ze altijd een waakinfuus lopen. Deze koppelen op de afdeling eigenlijk meteen af. En we kijken eerst wat de intake van de patiënt zelf is. Als het toch uiteindelijk blijkt dat de patiënt een hele lage intake heeft, en dat ook blijkt uit de urineproductie bijvoorbeeld, dan zullen we overwegen om toch een onderhoudsinfuus te starten. Maar in principe koppelen we dat infuus gewoon af en hebben patiënt alleen een waaknaald. Zoals Maurice ook al zei, en Dina net ook volgens mij al even kort heeft benoemd, krijgt patiënt een externe pacemaker. Deze blijft alleen aanstaan als er op de IC is gebleken dat de pacemaker in is gevallen.
Als het ritme 24 uur stabiel is, dan wordt de externe pacemaker afgekoppeld en blijft alleen de pacemaker draden nog over. Als de pacemaker nog wel in is gevallen, dan blijft deze aanstaan en dan zal die dagelijks gedrempeld worden. Dit gebeurt door een van de artsassistenten gewoon op zaal. Als nadat het ritme stabiel is gebleven en de externe pacemaker wel af is gekoppeld, blijkt dat het ritme voor 48 uur lang nog stabiel blijft. Dan mag op dag 3 de pacemakerdraden mogen dan verwijderd worden. Dit is een kleine ingreep die gewoon bij ons op de afdeling gebeurt en dat gebeurt door de verpleegkundige. Het zijn hechtingen die de pacemakerdraden op zijn plek houden, die worden verwijderd. En daarna wordt er eigenlijk aan de draden getrokken om ze los te maken. Dit is in principe een kleine ingreep. Sommige patiënten vinden het heel eng. Het is een heel klein iets wat we vaak doen. Het enige risico is dat er kans is op een tamponade. En daarom meten we de bloeddruk en de pols voorafgaand aan de handeling. En moet de patiënt een half uur lang in bed blijven liggen. En daarna meten we nog een keertje de bloeddruk en de pols om te kijken of er tamponade verschijnselen op zijn getreden. Als dit niet zo is, dan mogen de patiënten gewoon daarna weer mobiliseren. En houden we alleen dagelijks gewoon de normale controles bij. Zolang de patiënten een externe pacemaker hebben, liggen ze aan de rode telemetriebewaking. We hebben twee soorten, de rode en de groene telemetrie. De rode telemetrie wordt bewaakt door de CCU, door hartbewaking. Daar zit iemand continu achter de telemetriescherm en die houdt de hartritmes in de gaten. Er is een plaatje te zien van ons telemetriescherm aan de rechterkant van, van de PowerPoint. Daar zien we de continue ritmebewaking en dat is hoe wij de groene telemetrie in de gaten houden. Bij deze ritmes houden wij zelf in de gaten en we krijgen daar dus ook zelf op de afdeling de alarmen van. En wij zullen zelf beoordelen of deze alarmen echt een acuut hartritmestoornis laten zien of dat dat bijvoorbeeld storing is geweest. En hierop nemen we dan de gepaste acties. Patiënten die aan de rode telemetrie bewaakt liggen mogen niet zonder verpleegkundige van de afdeling af, omdat hun hartritme dan niet meer bewaakt kan worden door de CCU. En ze mogen ook nooit afgekoppeld worden. Als ze willen douchen, kunnen ze een speciaal douchezakje krijgen, waardoor ze wel kunnen douchen, maar evengoed die telemetriebewaking omhouden. Mensen aan de groene telemetrie mogen wel met familie in principe eventjes van de afdeling af en die mogen gewoon douchen zonder dat ze dat kastje bij zich dragen. Verder krijgen patiënten thoraxdrains. Deze drains die worden soms op de IC al verwijderd. Als dat niet het geval is, dan houden wij deze verder op de afdeling op in de gaten. Mocht die productie afnemen of helemaal stillopen, dan verwijderen we die thoraxdrains op de afdeling. Deze zorgen vaak voor heel veel pijn. Dus vaak luchtelt de patiënt nogal op als deze verwijderd wordt. Dus het liefst als het mogelijk is, verwijderen de thoraxdrains zo snel mogelijk. Ook houdt de patiënt een blaaskatheter. Als de urineproductie gewoon stabiel blijft, dan verwijderen we de blaaskatheter in de avond van de dag dat de patiënt weer terug is gekomen van de intensive care. Zodat de blaas over de nacht weer normaal kan vullen. Als alles verder stabiel is met de patiënt, gaat hij meestal na 4 tot 5 dagen terug naar het verwijzende ziekenhuis. Elke patiënt die met ontslag gaat bij ons, die krijgt een ontslaggesprek. Daarin zijn een aantal dingen die we altijd benoemen. Omdat het borstbeen open is geweest, kan het eigenlijk gewoon gezien worden als een botbreuk. Dat betekent dat er 6 weken staat voor de genezing van het borstbeen. Hierin moeten patiënten sowieso symmetrisch bewegen. Dat betekent dat ze, als ze bijvoorbeeld iets willen tillen, dit met 2 handen moeten doen. Ze mogen maximaal 2 tot 3 kilo maar tillen. Ze mogen niet autorijden en fietsen. Dat heeft ook met de verzekering te maken. Ze mogen wel op de zij slapen. Het kan soms nog wat pijnlijker zijn, en zeker de eerste dagen na elkaar. Maar het is niet dat het niet mag. Verder raden we aan om energie- en eiwitrijke voeding te nemen, zodat de wond goed kan genezen. En omdat het een grote operatie is geweest, heeft het lichaam dat ook vaak wel echt nodig. De fysiotherapeut die komt langs voor ademhalingsoefeningen en we raden patiënten ook aan om goed die ademhalingsoefeningen uit te voeren, zodat de kans op een longontsteking verkleind wordt. En sommige patiënten die krijgen een Sterna C van ons, die zie je op het plaatje. Dat is een soort harnas die we aan de patiënt geven als de patiënt veel pijn blijft ervaren. Ze kunnen dan bijvoorbeeld als ze moeten hoesten, kunnen ze aan dat koordje trekken waar degene op het plaatje zijn hand bij heeft. Dat zorgt ervoor dat er tegendruk wordt gegeven aan het thorax, waardoor de pijn meer afneemt. Dan zijn er nog een aantal onderdelen die we verder heel erg van belang vinden. Dat is vooral over de wond. De wond die mag gewoon gedoucht worden. Het is juist goed om de wond te spoelen met water. Maar er moeten geen zeep of zalfjes opgesmeerd worden. Maar douchen is verder echt geen probleem. We laten de patiënt altijd zorgen dat ze hun wond zelf goed in de gaten houden. Mochten er tekenen van infectie
ontstaan, zoals roodheid, pus, extra pijnlijke wond of koorts, dan vragen de patiënt om contact op te nemen met ons. En mocht de patiënt nog in een ander verwijzend ziekenhuis liggen, vragen we ook altijd dat de patiënt naar ons terugverwezen kan worden, zodat wij de wond zelf kunnen beoordelen. Als de thoraxbeens verwijderd zijn, dan blijven er hechtingen achter. Deze hechtingen die mogen 10 dagen na het verwijderen van de drains mogen die verwijderd worden. Dit kan gewoon bij de huisarts gebeuren, maar mocht de patiënt nog opgenomen liggen, mag dat natuurlijk ook in het verwijzend ziekenhuis. Verder als nazorg wordt er vanaf 6 weken na de operatie door de fysiotherapie worden patiënten aangemeld bij de hartrevalidatie. Deze hartrevalidatie houdt niet alleen fysiotherapie in, maar hierbij zijn ook de logopedie, ergopedie, ergotherapie en de diëtiek betrokken. En daar worden patiënten verder vervolgd. Wondcontroles die vinden bij ons plaats op de poli en verder worden patiënten bij hun eigen cardioloog vervolgd. Omdat we verschillende samenwerkingen hebben met meerdere ziekenhuizen bij ons in de regio, hadden we een paar vragen hoe jullie de samenwerking met ons ervaren en of er onduidelijkheden zijn die jullie bijvoorbeeld vinden in onze verpleegkundige overdracht, dat er afkortingen in staan die jullie niet duidelijk zijn. In de tussentijd willen we eigenlijk gaan kijken naar naar ons voorlichtingsfilmpje en dan hopen we dat jullie in de Q&A de antwoorden willen zetten of als jullie nog vragen hebben. U heeft een open hartoperatie gehad en u wilt u graag zo snel mogelijk te oude zijn. Om uw herstel te bevorderen moet u goed kunnen bewegen, ademen en hoesten zonder dat u last heeft van pijn. Daarom wordt daar op de afdeling goed op gelet. De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag om de pijn een cijfer tussen de 0 en de 10 te geven. Bij een pijncijfer van 4 of hoger is het goed om dit altijd aan de verpleegkundige kenbaar te maken. In overleg met een arts kunt u dan altijd extra pijnstilling krijgen. Ook uw longen, die tijdens de operatie kunstmatig zijn beademd, moeten goed kunnen herstellen. Slijm in de longen kan namelijk leiden tot complicaties, zoals bijvoorbeeld een longontsteking. U krijgt daarom oefeningen van de fysiotherapeut of de verpleegkundige. Door het slijm in de longen goed weg te hoesten, voorkomt u complicaties. Een hoestkussentje helpt u daarbij. Zo werkt u aan een goed herstel. Het komt voor dat u na een open hartoperatie emotioneler bent dan u van uzelf gewend bent. Het is raadzaam om hierover te praten met mensen die dicht bij u staan. U kunt ook altijd een gesprek aangaan met uw verpleegkundige of met bijvoorbeeld een van de maatschappelijk werkers in uw ziekenhuis. Mocht u hieraan behoefte hebben, geef dit dan aan bij uw verpleegkundige. Meestal herstellen uw emoties zich binnen een paar dagen naar een voor u normaal niveau. Soms kan het ook voorkomen dat u zich na de operatie verward voelt. Dit wordt ook wel een delier genoemd. Mocht u merken dat u dingen of kleuren ziet die er niet zijn, of mocht uw familie dit bij u opvallen, dan is het goed om dit met verpleegkundigen te bespreken. Eventueel kan medicatie worden gestart om de verwardheid te verminderen. Na een open hartoperatie mag u al snel weer eten. Het is aan te raden om dit op een stoel aan tafel te doen. Let er daarbij op dat u goed rechtop gaat zitten. Sommige mensen hebben na een operatie last van misselijkheid door de narcose of de morfine. In dat geval kan de verpleging u medicijnen geven die daartegen helpen. Het is belangrijk om, ondanks de misselijkheid, toch regelmatig wat te eten. U heeft extra eiwitten en vetten nodig voor een goed herstel van de wond. Eiwitrijk voedsel wordt u op de afdeling standaard aangeboden. Eten en bewegen helpt om de stoelgang weer op gang te krijgen. Als dit enkele dagen na de operatie niet goed werkt, dan krijgt u daar mogelijk medicijnen voor. Na een open hartoperatie is het belangrijk om zoveel mogelijk uit bed te zijn en meerdere keren per dag een klein stukje te lopen. Stevige schoenen verkleinen het risico op vallen. Door te lopen werkt u onder andere aan het herstel van uw longen, komen de darmen op gang en voorkomt u doorlichtplekken.
U krijgt ondersteuning in dit hersteltraject, zodat u uiteindelijk weer kunt traplopen. Let erop dat u bij handelingen, zoals het opstaan uit een stoel of het overeind komen uit bed, uw beide armen gelijktijdig belast. Zo zorgt u ervoor dat het borstbeen zo goed mogelijk herstelt. Voor vrouwelijke patiënten is het raadzaam om een BH te dragen zonder beugel. Hiermee ondersteunt u de wond en heeft u minder last van pijn. Als u een bypass-operatie heeft ondergaan, kan het zijn dat er een ader uit een been wordt gebruikt. Om dit goed te laten herstellen, draagt u na de operatie overdag gedurende 6 weken een steunkous. Door actief met deze adviezen bezig te zijn, werkt u aan een voorspoedig herstel. Ja, nou, dat was het laatste filmpje van jullie presentatie. We hebben 2 vragen binnengekregen, in ieder geval via de chat tot nu toe. En voel je nog uitgenodigd om wat in te dienen als je nog vragen hebt. De eerste is voor jou, Maurice. Waarom bestaat de klep bij deze prothese uit 2 klepbladen? Is daar een specifieke reden voor? Ja, nou, dat is op zich een leuke vraag. De eerste klepprothese die gemaakt is een bal in een kooi geweest. En die kooi die stond als het ware met het netje naar boven toe in de aorta. En die bal lag erin. En als het hart al samenkneep in de systole, dan ging dat balletje omhoog. Er kwam er ruimte voor het bloed om er langs te stromen. En in de diastole zakte dan die bal weer terug in de basis van die ring en was het afgesloten. Op die manier kon je een ventiel creëren. Nou, dat gaf heel veel complicaties omdat er heel veel bloed op kapot ging op die bal. Daar slaat het bloed letterlijk op stuk. Dan krijg je hemolyse. De eerste klepprothese met een schijf was de Bjørk-Scheili klep. Dat is een enkel blad klep, een tilting disc noemen ze dat. En die ging open en die ging weer dicht. Dus daar zorgde de bloedstroom ook zelf voor. De laatste generatie zijn dus die 2 blaadjes. En dat heeft echt mee te maken dat je daarmee het minste trauma hebt op het bloed. Dus dat is in de loop der jaren is dat verder ontwikkeld. Oké, okay, nou dank. En dan nog een vraag voor jou. Mag bij ontslag naar het verwijzend ziekenhuis de neus, zalf en de mondspoeling stop? Hoe lang moet je dat eigenlijk gebruiken postoperatief? Postoperatief gebruiken we de mondspoeling en de neus zelf eigenlijk niet. Het is alleen een dag voor de operatie dat de patiënten dat gebruiken en daarna niet meer. Oké, okay, nou, duidelijk. Dan is er nog een vraag. Hoe snel na de operatie mag de patiënt mobiliseren? In principe als patiënten van de intensive care komen, gebeurt het soms al dat patiënten van het intensive care bed naar het afdelingsbed toestappen. Dus dan mobiliseren ze al. Als dat nog niet lukt, dan proberen we in ieder geval dat we de patiënten de avond, dus na de dag van de intensive care, meteen op het randje van het bed helpen. En we kijken met de pijn hoe het gaat of de patiënten meteen al stuk kunnen lopen. Oké, okay, dat is vlot. En hoe belangrijk is de bloeddruk tijdens de herstelfase? Gelden er maximale waardes? Zeker. Ja, we maken natuurlijk verse naden. Dus de aorta wordt aangesloten op de buisprothese. En dat is een kwetsbaar gebied, zeker in het begin. Dus te hoge bloeddruk is gevaarlijk voor nabloedingen. Dus we vragen altijd, in ieder geval proberen dat medicatie zo af te stemmen dat de bovendruk 120, 130 mm kwik is ongeveer. Oké, okay, ja, dat is het doel. Oké. Okay. Nou, dat waren in ieder geval de vragen tot zover. Er waren nog vragen over, naar aanleiding van het eerdere praatje over de TAFI. Wij gaan zorgen dat daar in ieder geval antwoord ook over komt op de mail. Dus dat wordt op die manier teruggekoppeld. Er komt nog een vraag binnen, het is zo leuk van interactiviteit. Wat doe je als toch een tamponade optreedt op de afdeling? Ja. Goeie vraag. Nou, je probeert natuurlijk altijd te voorkomen. Dat is altijd beter. Maar signaleren is heel belangrijk. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter je de patiënt kan behandelen. En een tamponade moet je ontlasten. Dus het vocht moet uit het hartzakje. Als de tijd het toelaat, doe je dat op de operatiekamer. Maar soms is het zo acuut dat je het op de afdeling moet doen. Dus dan kijk je of je onder het borstbeen langs kan gaan. Een subsyfoïdale benadering noemen we dat. Hoogst uitzonderlijk hoor, om dat op de afdeling te doen. Maar in geval van nood zou dat kunnen. Dan maak je het onderste deel van de wond open. En dan ga je met je vingers achter het borstbeen langs. En dan kom je in het hartzakje terecht. En dan ontlast door de druk die zich daar bevindt, ontlast dat vocht zich. En dan herstelt de patiënt eigenlijk acuut. En dan ga je daarna alsnog naar de operatiekamer om die wond weer zo schoon mogelijk te maken en netjes dicht te maken. Oké. Okay. Wordt de binnenkant van de prothese weer bedekt met endothel? Ja,
heel licht laagje van endothel ontstaat op de oppervlakte van de prothese die we inbrengen. Ja. Okay. Een heel dun laagje. Okay, duidelijk. Goed. We wachten nog heel even of er nog iets binnenkomt. En in de tussentijd ga ik toch voorzichtig afsluiten, denk ik. We hebben nog een paar minuutjes. Ik wil jullie in ieder geval alvast bedanken voor jullie aandacht. En ik hoop dat het jullie iets heeft opgeleverd. We willen nog een vervolg geven aan deze meeting. En zullen in het voorjaar nog een keer met jullie in contact treden. Waarschijnlijk komt er dan nog een praatje over de peersprocedure. Daar was nog een verzoek voor. En we zullen, zoals net gezegd, de gestelde vragen die nog niet zijn behandeld, ook de antwoorden daarvan met jullie delen. Dan denk ik dat we gaan afsluiten voor nu. Ik wil jullie heel erg bedanken en de voorgaande sprekers ook. En jullie nogmaals bedanken voor jullie aandacht en hopelijk tot ziens.